Goedenavond, dames en heren, en hartelijk welkom vanaf het paradijs in de Indische Oceaan. Het eiland van de dodo, Mauritius. Deze prachtige witte stranden, die azuurblauwe zee, zijn dit jaar het decor voor de verkiezing van sterkste man van de wereld 1996. 24 deelnemers, waaronder de sterkste man van Nederland, Berend Veneberg. En de titelverdediger en wederom favoriet voor de titel, de IJslander Magnus Ver Magnusson. Hij is ingedeeld in Pool A. En dit is hem. De regerend kampioen, de sterkste man van de wereld, 1995. Hij komt uit IJsland, is 33 jaar. Nathan Jones uit Australië, ze noemen hem ook wel de Mega Man. Hij is 28 en 2 meter 8. Paul Lepik uit Canada, 28 jaar, 1 meter 91 en 135 kilogram. Stasius Messius uit Litouwen, 40 jaar, hij is de oudste, met een bicepsomvang van 48 centimeter. Jorma Oyanaho, 26 jaar. Voor het eerst deelnemer hier op de competitie. 1,91 en 135 kilo. Vladimir Turchinski uit Rusland. 33 jaar, 1,78 en 110 kilogram. Dit is Pool A. Zij zijn gereed voor het eerste onderdeel. Het zogenaamde arm-over-arm autotrein trekken. Deze auto's, die met touwen met elkaar in verbintenis staan, moeten zo snel mogelijk over een parcours van 30 meter worden getrokken. Kom maar met hem aan, kom maar, Skrauta. Kom maar zo. Zij legt in het IJslands nog even uit hoe het moet. Want dit is Magnus Ver Magnusson. Hij gaat starten. Dat is natuurlijk altijd moeilijk. En u ziet het, het is echt gebruik maken van de rug, van de benen, maar voornamelijk de hand- en armspieren. Hij start goed. Hij heeft last gehad van blessures dit jaar, Magnusson. Modern baardje. En de aanmoedigingen van mevrouw Magnusson. Ze zegt, kom op jongen, je kan het. Of zoiets. Magnusson, hij krijgt het zwaar. Natuurlijk. De 30 meter. Klok loopt door. Zit nu boven de 50 seconden. En krijgt hij hem nog over die finish heen. Want hij heeft het loodzwaar. Dat lukt hem in 56,87 honderdste. Maar hij is wel kapot. Verdient applaus van de Mauritiusse schone. Nathan Jones dan, de Mega Man. 2 meter 8 is deze Australier. Beer van een vent. Zegt zelf weinig te trainen. Maar ik vraag me af hoe hij dan zo ongelooflijk groot en gespierd raakt. Goeie start, dat is belangrijk. Het touw vastpakken en dan al trekkend gaan zitten. En dan in een goed tempo proberen, arm over arm, die auto zo snel mogelijk die 30 meter langs te trekken. Nou, het gezicht spreekt boekdelen. Links bovenin de tijd van Magnusson. Rechts bovenin de tijd van Jones. Brak vorig jaar zijn arm tijdens de sterkste man van de wereldcompetitie. Maar kijk eens hoe hij hersteld is. 40 seconden. 41 seconden. Nou, daar duikt hij makkelijk onder, zeg. 44,06. Ho, Nathan Jones. Ja, dan mag je moe zijn, maar hij mag blij kijken. Kijkt even naar het publiek. Zit er nog wat bij? Wij maken even een sprongetje naar de volgende. Dat is Jorma Oyanaho, de Fin. Ongelooflijk gespierde bovenarmen ook deze Fin. En komt op 47,06. Voorlopige tweede plaats voor hem. Dat is een debuut en daar is hij blij mee. Ja, en hij kijkt het met leden ogen aan. Arm over arm pool. Nathan Jones 6 punten. Oyanaho 5 en Magnusson derde plaats 4 punten. Last year you broke your arm. Yeah. And now you win the first event. That's amazing. Well, my arms are a lot stronger. I think the wrist must have done me a good. Hell of a way to make your arm stronger, though, isn't it? Magnusson dus verslagen door de Australiër, de Mega Man. What does the Mega Man eat a day? Anything he can get his hands on. Anything. Wij gaan door naar pool 2. Gerrit Badenhorst, de populaire Zuid-Afrikaan, 34 jaar. Hjalti Arnason uit IJsland. Het is de tweede IJslander, hij is 33 jaar. Forbes Cohen, ook al met zo'n populair baardje. Schotland, 32 jaar, 1,93 hoog. Bill Linden uit Australië dan, 32 jaar, 1,90 meter... met een bicepsomvang van 53 centimeter. Phil Martin doet ook al jaren mee. Hij komt uit Amerika, is 32 jaar en heeft een bicepsomvang van 55 centimeter.
Evgeny Popov. Volgens mij geen familie van de clown. Hij is 41 jaar, 1,93 meter hoog. Eerste onderdeel in pool A. Scheidsrechter. Dat is het zogenaamde auto als kruiwagen lopen. En dit is Phil Martin. Hij moet dus nu de afstand van 30 meter... de auto aan de achterkant opgetild over 30 meter sjouwen. Phil Martin. Ja, zijn armen lijken ongelooflijk groot, zijn het natuurlijk ook. Maar hij heeft zoveel moeite met die auto op te tillen. U ziet het, alle spieren staan gespannen. Maar ik weet niet dat datgene wat net boven zijn riem uitsteekt, of dat nou ook allemaal spieren zijn. De tijd van te verslaan is 54 seconden. Dat is de tijd van Bill Linden en Phil Martin geeft op. Corps Cohen dan. De schot maakt zich kwaad. Krijgt een aanmoedigingsapplaus. Dit is een van zijn favoriete onderdelen. Iets meer dan 54 seconden. Dat is de tijd om te verslaan. Corps Cohen uit Schotland. Oeh, wat makkelijk. Alsof hij zijn tuin aan het opruimen is en wat bladeren in een kruiwagen heeft gegooid. It's easy, zegt zijn vriendin. En hij loopt hem door, 17 seconden. Links in beeld de tijd die hij moet verslaan. En kijk eens even, 20:99. Hopsa! En hij gooit de wagen neer. Juicht op zijn schots. Of zo op zijn schots, of zo op zijn Mauritius. Nou, Gerrit Badenhorst dan. Het wordt moeilijk voor hem om de tijd van Corps Cohen te benaderen, hoor. Ook hij is hier goed in. Cohen lijkt er rustig onder. Ja, en dit kost natuurlijk heel veel tijd. U ziet het inmiddels al op 40 seconden. Die Cohen die heeft een tijd neergezet. Ongelooflijk. Gerrit Badenhorst werd vorig jaar tweede bij de verkiezing van sterkste man van de wereld. Op de Bahama's. Nou, Gerrit. Met de finish nog over. Ja. Nou, dit wegwerpgebaar zegt genoeg. De stand dan in deze pool. Corps Cohen 6 punten, Popov 5. En Badenhorst blijft steken op 4 punten. Volgens mij is hij niet tevreden. Nee, gaat niet. Gisteren toen ons de ETM-toets. Toen heeft de Latour barrels opgezet achter. Met straps. En Corps kon het niet optellen. En dan had het besluit, oké, Corps maken de guppy wint. Want hij is goed aan. Zo, dat hij die ding licht gemaakt. Geen nul handels niet. Die handels is niet genul niet. Dit straps om. Zo, dat is ook allemaal gesikkeld met die grip. En een van die dingen. Een van die dingen. Nee, Cohen is wel tevreden. Hij lijkt blij. Zeer blij. Heeft dat een reden? But you also look very happy. How come? Well, there's two reasons. I won that event and I got engaged when I came here. So I'm quite happy. Does that make you stronger when you're engaged? Well, it seemed to make me stronger in that event. Maybe I have to get engaged at every competition I go to. En wij gaan over naar pool 3. Magnus Samuelsson, Zweden, 27 jaar. Raymond Berkmanis, met een bicepsomvang van 45 centimeter, 30 jaar. Colin Cox, onze Nieuw-Zeelander. 34 jaar, 1,83, dat is vrij klein. Met een bicepsomvang van 48 centimeter, dat is weer groot. Heinz Olesch, de Duitser. 30 jaar, 1,91, bicepsomvang 56 centimeter. Regine Vagadal van de Faroe-eilanden, 26 jaar, bicepsomvang 52 centimeter en 1,30 meter. En dit is hem, de sterkste man van Nederland, Berend Veenenberg. 33 jaar, sportschoolhouder uit Borculo. Ik ben in 1993 voor het eerst sterkste man van Nederland geworden. In 1994 werd ik tweede. In 1995 en 1996 werd ik weer duidelijk eerste. Algemene kracht- en conditietraining train ik in mijn eigen sportschool. Daarnaast de specifieke onderdelen voor de sterkste manwedstrijden train ik bij mezelf in de achtertuin. Tijdens de wedstrijden laat ik me eigenlijk verschrikkelijk op. Eigenlijk net een beest. Daarnaast ben ik in mijn privéleven lekker relaxed, rustig, zelfs op de schietbaan.
Die was raak. Over naar de orde van de dag. De Superjook. Twee loodzware automotoren verbonden met een ijzeren staaf over 30 meter sjouwen. Het ligt allemaal op je rug. Dat is verschrikkelijk moeilijk. En hier is Raymond Berkmanis. Dat is een nieuwe. Het deelnemersveld kent hem nog niet. Hij is 15 meter ver in ongeveer 15 seconden. Dat is vrij snel, hoor. Natuurlijk loodzwaar dit ook voor je benen, voor je knieën. En 22:51 is zijn tijd. Hij juicht, betekent dat hij blij is. Het publiek is tevreden. Lucht. Stand clear. Magnus Samuelsson. De Zweed. Knieën volledig ingetaped, want het hele gewicht kan op die kniebanden komen te staan. En dat is niet echt altijd goed daarvoor. Zweedse aanmoedigingen. 22:51 is de tijd om te verslaan. Dat gaat hij absoluut niet halen, hoor. Kijk, oei, 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 oei. Ja. Moet hem neerleggen. Stand clear. En geeft dus op. Oles inmiddels. Zijn start. En nu is eigenlijk pas te zien wat voor een tijd die Raymond Berkmanis heeft neergezet. Heinz Oles, toch niet de eerste de beste, heeft het ook ontzettend moeilijk. 15 meter voorbij, 20 meter voorbij. 20 seconden, haalt hij die tijd? Dat haalt hij niet. Oei, juicht wel, maar een voorlopige tweede plaats voor hem. Stand clear. Vagadal, Regine Vagadal uit de Verre Rijlanden. Hij met die twee loodzware motorblokken. Jongen, 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 zeg. Maar je vraagt je af, is dit goed voor je? Nou, die mannen die trainen daar jaar in, jaar uit op. Eén brok spier. Grote, sterke mannen. Hier gaat hij over de... Oeh, neemt zichzelf mee tijdens de finish. Oi. En heeft bloed bovenop zijn hoofd. Nou, hij komt nog overeind. Het is meer een schaafwond. Hier zie je het nogmaals duidelijk. Hij zakt door de knieën heen en wordt dan door die ijzeren verbindingstaaf naar de grond getrokken. Nou, hij liever dan ik. Ja, daar was het, mevrouw. Dat zag u goed. Dit is hem, dames en heren. De sterkste man van Nederland, 1996. Hij heeft geoefend in zijn eigen achtertuin, hoor, op dit onderdeel. En wat kan die? Een baardje laten staan. Een soort van weddenschap. Als hij de finales haalt, dan haalt hij hem eraf. Redelijk begin. Heeft het moeilijk. Kom op dan! Kom, lopen, lopen! Zijn coach en zijn vriendin. Oei, Berend. Dat gaat niet hard genoeg. Nee. Hij heeft het zwaar. Maar komt wel over de finish. In bijna 30 seconden. Is te laat, te langzaam. Denk je? Ja, het is 28 seconden, een beetje. Shit. Nee, Berkmanis wint 6 punten, Veneberg slechts 2. Dat is niet genoeg. Ik leg hem wat te laag op mijn rug. En dan moet je corrigeren. En nou, heel langzaam begint hij te glijden. Dus dan kun je tempo willen voeren, maar dat heeft geen zin. En dan ben je hem halverwege kwijt. Je moet blijven in hem uit kunnen lopen. Dat gebeurt er eigenlijk. Pool 4, Bill Piddock. Engeland 33 jaar, 1,80 meter. Bicepomvang 51 centimeter. Brian Bell, de tweede schot. 29 jaar, 1,85 meter. Hij weegt 127 kilo. Derek Boyer, van de Fiji-eilanden. 27 jaar, 1,90 meter en 135 kilo. Sven Karlsen, Noorwegen. 29 jaar, 145 kilogram en een bicepsomvang van 58 centimeter. En Riku Kiiri, sterkste man van Europa op dit moment, komt uit Finland, is 33 jaar, de bicepsomvang van 54 centimeter. 55 centimeter is de bicepsomvang van Flemming Rasmussen uit Denemarken. Hij wordt ook wel gekscherend de walrus genoemd. Eerste onderdeel voor pool 4 is het anker dragen en ketting sjouwen. Het anker moet zo snel mogelijk over 30 meter de ene kant op worden gesjouwd. Daar wordt het neergegooid. En u ziet onder in beeld de ketting al klaar liggen. Die moet opgepakt worden en weer dezelfde weg terug worden gesjouwd. Ja, om het te vertellen is het heel simpel. Maar om het te doen, dat is een heel ander verhaal.
Hij wordt in ieder geval goed aangemoedigd, deze Rico Kiri. Sterkste man van Europa. Er zijn intussen al een aantal deelnemers geweest. En Kiri is 50 seconden bezig. Finish is het moeilijkst bij hem. Een 53 rond. Zou bij het schaatsen niet echt een goede tijd zijn. Maar de vrouw van Kiri is tevreden. En wij vallen in de race van Flemming Rasmussen. Die is ontzettend snel met het werpen van dat anker. Pakt die kettingbeet en heeft er zin in gekregen, hoor. 53 rond. Dat is tot nu toe de snelste tijd van Rico Kiri. Haalt hij dat, die Rasmussen? Hij is goed op weg. Maar het venijn zit hem in de staart voor deze sympathieke Deen. Ja, je kan daar nog weinig aan aflezen. Of hij blij is of niet. Want het is natuurlijk nog niet gedaan. Maar inmiddels heeft Flemming Rasmussen het zo zwaar gekregen. Hij heeft nog 1 meter te gaan. Kom op, Flemming. Nog 1 meter. Nee. Hij loopt mank. Hij geeft op. Rico Kiri 6 punten. Derek Boyer 5. En Rasmussen 4 punten. We gaan er even uit voor de reclame. Maar zien u zo graag terug voor deel 2. Op Mauritius. Tweede deel voor de verkiezing van sterkste man van de wereld 1996. We zijn weer beland bij Pool A, de pool van Magnus Vermagnusson. Hij viel een beetje tegen in het eerste onderdeel, maar wat doet hij bij de laadrace? Zo snel mogelijk proberen alle tonnen op te pakken met een gewicht van 100 kilo en die zo snel mogelijk door het water 10 meter verderop op een kade neer te zetten. Hier Magnus Vermagnusson in een rechtstreeks duel tegen de Rus, Stasius Messius. We maken even een sprongetje en zien hier dat Magnus een tijd van 1 minuut 50 nog 1 ton heeft staan. En Stasius Messius heeft er nog 2 staan. 2 minuten, dat is de maximum tijd. Nou, dat moet te halen zijn. Nee, dat moet niet te halen zijn. Nee. Oh, 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 oh. Hij heeft blessures gehad dit jaar, Magnus Vermagnusson. Maar dit valt toch een beetje tegen, hoor. We vallen in de race van Jorma Ojanaho en Nathan Jones. De nummer 1 en 2 in deze pool tot zover. De nummers 1 en 2 na 4 onderdelen per pool gaan door naar de finale. Die kunt u morgen zien, tweede kerstdag. En in totaal zullen er dus 8 deelnemers in die finale komen. Ojanaho en Nathan Jones. We hebben nog 15 seconden voor het laatste vat. 100 kilo. Dat moet toch te halen zijn. Jongens, wat is dat zwaar. De een boven het hoofd, de ander onder het hoofd tillen. Het is toch niet te geloven, zeg. Zulke beulen. Maar ook zij worden afgefloten. Maximum tijd van 2 minuten is bereikt. Kijk elkaar aan van, heb jij het gehaald? Nee. Ojanaho had het snelst zijn ene laatste ton erop. Hij pakt dus 6 punten, Jones pakt er 5. Wat betekent dat voor de totaalstand in Pool A? Nathan Jones en Ojanaho staan samen op kop met 11 punten. En Magnusson die moet er echt nog even aan trekken om de finales te bereiken. Dit applaus is voor de sympathieke Zuid-Afrikaan Gerrit Badenhorst. En voor de IJslander Hjalti Arnarsson. Zij in een rechtstreeks duel. In het tweede onderdeel in pool 2, de Merten Medley. Probeer zo snel mogelijk een aantal onderdelen die met de scheepvaart te maken hebben op een steeds hoger wordend plateau te zetten. Hier bijvoorbeeld een vat van 75 kilo. Ga gelijk op. Grote stam. Ja, Arnarsson heeft hem niet helemaal in balans. Dit is Olivia Badenhorst, de vrouw van. En Gerrit loopt uit. Links in beeld, 1 minuut 9. De tijd van een vorige kandidaat. Daar moeten zij dus proberen onder te komen. Arnarsson heeft het moeilijk met die hele grote boomstam omwikkeld met touwen. Ja, en Gerrit Badenhorst is nu al bij het laatste voorwerp, de ketting. Zo ongelooflijk zwaar.
Meer dan 250 kilo. En krijgt hem erop. 59-06. Mooie tijd, zeg, voor Gerrit Badenhorst. Pakt hij mee voorlopig de leiding. Nou, Arnason. Kom op, jongen. Nog even. Tijd loopt door. Ziet ook Gerrit. En Arnason geeft op. Te zwaar. Het is ook erg warm voor een IJslander hier op Mauritius. We vallen midden in de race van Forbes Cohen. Hier in het gele shirt. En Evgeny Popov, de Bulgaar, achter in beeld in het paarse shirt. En Cohen gaat snel. Zeer snel. Links in beeld de tijd van Badenhorst. Oh, en hier komt Cohen alweer met dat anker. Hij legt ze er niet op, maar hij smijt ze erop. Popov, het is een hele mooie uitvoering van het Zwanemeer. En kijk naar de tijd. En kijk naar Cohen. Hij maakt zich kwaad. En opza! Kettingje erop en hij geeft in het schot aan dat de tijd stilgezet moet worden. 6 punten wederom voor hem. Gerrit Badenhorst 5. Een tweede plaats, dat is toch aardig. Gerrit, second place at the Maritime Medley. Happy? Praat je met mij naar Afrikaans of praat je met mij Engels? Gerrit, tweede plaats. Ben je blij? Ja, ik is bij je blij. Het is mijn bonus. Ik had gedacht als ik zo derde kom hier zo, dan kan ik met die volgende twee items alles inzet en kijken of ik dit kan winnen. Maar die volgende twee items is mijn sterkpunten. Nou, Badenhorst klimt dus. En wij gaan over naar pool 3, de wheelflip. Berend Veenenberg heeft dit onderdeel thuis gerepeteerd met een eigen band. Die blijkt nog zwaarder te zijn dan deze. En dat die nou zoveel zwaarder is, schijnt dat ze hem gewogen hebben. Dat deze toch ook nog 400 kilo weegt. Dus zal hem hetzelfde zijn, denk ik dan. Wat is de bedoeling? Deze dus 400 kilo wegende band. Ik weet niet waar die omheen gaat. Volgens mij hele grote tractoren. Zo snel mogelijk over 20 meter te flippen, te kantelen. Veenenberg in duel met de Zweed Samuelsen. Daar gaan ze. Hopsakee, 10 meter zijn ze voorbij. Kom op, Berend. Probeer een goede tijd neer te zetten, zodat je een beetje kan klimmen in het klassement. Oh, hij ligt ver voor, hoor, op Samuelsen. Dit is knap. Hij maakt zich kwaad. 43 seconden zijn er inmiddels voorbij. Wat een prestatie hier van Berend Veenenberg. Hopsakee. Jongen, 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 wat is die blij. Knap, hoor. Kijk, en zo moeilijk is dat dus. Ja, zij denkt, Berend deed het toch ook zo makkelijk? Dan moet jij dat toch ook kunnen? Maar het is dus niet gemakkelijk, hè? Samuelsen geeft op. Nee, dit is echt een fantastische prestatie van Berend Veenenberg. Helemaal kapot, maar heel goed gedaan. Links in beeld de tijd van Berend. En hier zien we Heinz Oles tegen Berk Manes. En ook Oles heeft het moeilijk. Ja, dit zijn de laatste twee die gaan starten, want hier staan Cox en Vagadal. En zij hebben de eindstreep ook niet gehaald. Kijk, Berend pakt 6 punten. Want Oles is al voorbij de tijd van Berend Veenenberg. Het is warm, het is lood en lood zwaar. Hij geeft op, de eerste 6 punten voor Berend Veenenberg zijn binnen. En het wordt zo gevierd. Dat is leuk. 6 punten voor Berend. He, dat is lekker om te zien. Vagadal pakt er 5. Oles 4. Raymond Barkmanus 1 puntje. Berend, dit kunnen we al jouw band noemen, hè? Ik weet niet of het mijn band te noemen is, maar het onderdeel in ieder geval wel. Fantastisch. Het ging gewoon perfect. Van het begin tot aan het eind. Omdrukken, gelijk weer oppakken. En ik kon het volhouden. En het kantel ging niet al te moeilijk. Dat ging een beetje flexibel door. Dus ik heb eigenlijk... Ja, makkelijk praten achteraf natuurlijk, om een beetje relaxie te kijken. Want ik denk, als iemand die tijd verbetert, dan mag ik een boom worden. Want daar geloofde ik niet zo erg in. De tussenstand. Oles en Vagadal 9 punten. En hey, kijk eens, op de derde plek Berend Veenenberg, 8 punten. Ready for war. Zegt Derek Boyer. Met een soort van carnavalstreep op zijn gezicht. Is hij er hier klaar voor. Zijn oorlogstrepen kan ook natuurlijk. Ready!
Dit is pool 4. Het zijn de laatste deelnemers. De anderen laten we u niet zien, want dit zijn de nummers 1 en 2 tot nu toe in het klassement. Nou, het lijkt me duidelijk wat hier de bedoeling is. Probeer zo snel mogelijk die 5 loten en loodzware ballen op het podium te krijgen. Ze beginnen met de hoogste, want de armen gaan verzuren en proberen hem dan nog maar eens op zo'n hoog plateau te krijgen. Links de tijd die te verslaan is, 42:35. Nou, en kijk eens wat Kiri doet. Die legt ze erop alsof hij broodje shawarma aan het rondbrengen is. Ja, kijk eens om zich heen. Was dit alles? Ja, nou, dan ga ik weer terug naar mijn plek. En Boyer, kom jongen. Dit is voor jou de laatste betonnen bal die erop moet. Ja, lift, zegt Rico Kiri. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Alhoewel, hij kan het wel. Wat een oermens, Ted. Die Rico Kiri. Ja, daar zou je een schouderklopje van krijgen. Kiri 6 punten, Rasmussen 5. Derek, where were the stripes for? Where I come from in the islands, this is what all the warriors wear in the olden days. And to give me extra strength and power, I've adorned it today. Did it work for you? Not today, no. Kijken naar de stand. Rico Kiri, heel duidelijk, 2 gewonnen onderdelen, 12 punten. En de Deen Rasmussen, tweede plek. We gaan inmiddels alweer naar het derde onderdeel in pool A, Platform Lift. En u ziet aan deze grafiek dat er een aantal al hebben opgegeven. In de race nog Magnusson en Lepik. Er worden wat gewichten bijgegooid. En dit is de Canadees Paul Lepik. Snuift nog even wat op, ik zou niet weten wat het is, maar... Je wordt er sterk van, zegt men. 410 kilogram. De lift. De bedoeling is dat het gewicht allemaal op je lichaam komt en je moet een volledige kniebuiging maken. U ziet dat hier. 410 kilogram. Hij haalt dat. Oei. Ja, die knieën zijn volledig ingetaped. Want anders dan breken volgens mij je kniebanden direct af. 410 kilogram van Magnus Ver Magnusson. Die Paul Lepik, dat is een vroegere weightlifter. Is dus goed in dit soort dingen. Ja, en Magnus Ver Magnusson is eigenlijk zo'n beetje goed in alles. Ook in de platformlift, want 410 kilogram haalt hij ook. Zo is het. Nou, Paul Lepik dan weer. 425 kilogram. Dat is een onbekende in dit deelnemersveld. Ingeschreven voor Canada. En 425 kilo, dat is voor hem te veel. Ja, dat betekent dat Magnus Ver Magnusson 6 punten krijgt, want hij had minder beurten nodig om 410 kilo te tillen. Paul Lepik pakt er 5. De totaalstand. Oyanaho 15 punten, Nathan Jones 14 en hey, een gedeelde tweede plek voor Magnus Ver Magnusson. Ook 14 punten. Nathan's come in very strong. I've been a little bit unlucky to first events. Hij was ongelukkig in de twee eerste onderdelen. Wij gaan over naar pool 2. De deadlift. Probeer zo lang mogelijk met gestrekte benen en gestrekte armen de achterkant een auto op te tillen. Probeer het maar eens thuis. Badenhorst. Is toch een favoriet onderdeel voor hem. Normaal gesproken heeft hij niet zo'n hele sterke grip. Zijn rug is sterk. Zijn bovenarmen zijn sterk. Maar zijn handen, zijn grip, zijn greep. Niet zo heel sterk. 1:13:48. Dat is de tijd die hij moet proberen te verslaan. En daar zit hij bijna aan. Daar zit hij op dit moment aan. Makkelijk heeft hij het niet. Kan wel zien dat hij een goede tandarts heeft, die Badenhorst. Oh, maar hij zet even een tijd neer, zeg. Ja, u zit misschien aan de koffie op dit moment, maar ga het maar eens proberen. Stap naar buiten en pak nou eens uw eigen auto bij de achterbumper op. En hou hem meer dan 1,5 minuut zo omhoog. Want dat doet die man hier, die Badenhorst.
1 minuut 39 en 1900ste seconde. Tja, het licht ging uit, maar wat een prestatie. Hier, ik kan er nog om juichen. The matter of, like they say in Afrikaans, vastbijt. Als een pitbull erin vastbijten. Nou, Forbes Cohen, onze schot, heeft de eerste twee onderdelen gewonnen. Kijken wat hij kan. Oeh, hij krijgt hem niet eens omhoog. Nee, hij krijgt hem niet om... Wel, hij krijgt hem wel omhoog. Nou, heel relaxed gaat hij erbij staan. Stukje meditatie. Nou, het leek even dat hij de auto nog niet eens van de grond kreeg. Maar nou die eenmaal staat, blijft hij staan. Mooi uitzicht natuurlijk voor hem. Hij denkt aan leuke momenten. 1.39.19 links in beeld is de tijd van Badenhorst. Ja, dat is moeilijk hoor. Moet je nagaan. Krijg je hem amper omhoog, heb je hem vast, laat je niet meer los. Hij knikt ja. 1.14.15. Nou, het juichen van zijn vrouw betekent dat ze toch tevreden zijn met de prestatie van Forbes Cohen. Tweede plek voor hem. 6 punten voor Gerrit Badenhorst. Dat is mooi. Forbes Cohen nog steeds eerste. Kijk, Badenhorst klimt weer een plek. Nu 15 punten voor hem en een tweede plek. I knew I had to come in within the first two to get to the final. And after like 40 seconds I couldn't hear anything. So my head was going numb. So I was just hanging in to a collapse really. Nou, hij heeft even de tijd om bij te komen. U ook. Ik zie u graag terug na de reclame. Welkom terug op Mauritius. Bij de verkiezing van sterkste man van de wereld 1996. De Axe Holt. Hou zo lang mogelijk. Twee bijlen. Ieder een gewicht van meer dan 50 kilogram. Met gestrekte armen naast je. En we zien hier Raymond Berkmanis. Hij is inmiddels 1 minuut bezig. Hij zoekt een concentratiepunt. En 1.5.55 is zijn tijd. Nou, dan is het de beurt aan Berend. Dit is toch een redelijk favoriet onderdeel. Hij won het vorige onderdeel, dat moet ons een klein beetje zelfvertrouwen geven. Nu hoort Marcel, de coach. Precies achter hem de Nederlandse vlag. Hij wappert mooi. En 1.5.55 is de richttijd voor Berend. Dat is de tijd die hij heeft neergezet. Ja, die baard die moet er toch af hoor. Dat gebeurt als hij de finales haalt. 1.5.55. Dat doet Berend. Armen beginnen te verzuren. Het gezicht ook. Het spreekt toch boekdelen hoor. Hou nog even vol, Berend. Hou nog even vol. Kom op. Bijna een minuut voor hem. En moet hem laten vallen op 53 seconden en 87 honderdste. Ja, hij krijgt applaus, maar niet helemaal tevreden loopt hij terug naar zijn plek. En we zien hier dat Berkmanis 6 punten pakt en Veenenberg slechts 3. Dat is niet zo netjes. Hij heeft nog 1 onderdeel te gaan en dat moet hij winnen, wil hij de finales kunnen bereiken. Nee, daar zit hij. Verslagen, de sterkste man van Nederland. Maar hij heeft nog 1 kans. Terwijl wij een sprongetje maken naar pool 4. En we 3 mensen nodig hebben om de gewichten hier erop te krijgen. De Flintstone Barbel. Zo heet het hier. Oei, 195 kilo, Rikukiri. No lift, hoorde u de scheidsrechter roepen. Dat betekent dat het niet goed is gegaan voor deze Finn. Hij ligt er dus uit. En de lamp ligt eraf. Het is schreeuw van Sven Carlsen, de Noor. 200 kilo voor hem. Hij heeft 195 kilo overgeslagen. Hij is ook een voormalig weightlifter, dus moet dit kunnen. Oeh, makkelijk zeg.
Een soort ontzettend groot wattenstaafje wat hij eventjes de lucht in tilt. 200 bedoelt hij. 200 kilo. Dat is een Noors voor ik heb het gered. En die balk die heeft wat te verduren vandaag. De Deense walrus. Zoals hij ook wel wordt genoemd. Flemming Rasmussen. Concentratie. Kwaad maken is wat ze doen. En dan opeens die lift. De benen en vooral natuurlijk de armen. No lift. Nee, wordt afgekeurd. Geen 6 punten. Maar hij wel. Hem lukte het om 200 kilo op te tillen. Maar de stand tot dusver is Flemming Rasmussen en Riku Kiri gezamenlijk aan kop met 14 punten. En van het strand gaan we naar de stad. Dit is het decor voor het laatste onderdeel. Wie gaan er naar de finale per pool? En we zijn bij de lift, de deadlift voor reps. Probeer, in een tijd van 1 minuut, zoveel mogelijk reps te maken. Zoveel mogelijk keer die loodzware boomstam gestrekt boven je hoofd te krijgen. Op dit moment zijn bezig Magnus Vermagnusson. Dit is zijn coach en zijn vriendin. En Paul Lepik. Die zit op 8, zo ziet het links in beeld. Linksboven en rechtsboven 12 voor Magnus Vermagnusson. Die een handdoek heeft gebruikt om af en toe een klein beetje de pijn tegen te gaan van de boomstam die tegen zijn riem aanslaat. 14 reps. En een minuut is voorbij. 14 om 8. Nou, Nathan Jones en Jorma Oyanaho. Jones die moet boven het aantal van Magnusson uitkomen om naar de finale toe te gaan. Oyanaho zit op 8. En dit wordt zijn 9e. Dat lukt. Nathan Jones zit op 8 en dit wordt zijn... wordt het hem? Het wordt hem niet. Hij wordt niet goed gerekend. Blijft steken op 8. Oyanaho zit inmiddels op 11. Haalt hij de finale, Magnusson? Het zou close zijn. 11 inmiddels. 12. Jones geeft op. Wat houdt dat in? Dat Magnusson doorgaat naar de finale. Wat een blijdschap. Zijn vriendin is blij. Oei, maar Nathan Jones niet. Nee, hij heeft achteraf geklaagd bij de scheidsrechter dat Magnusson een handdoek heeft gebruikt bij zijn riem. Is dat dan zo raar? I've been doing locklift for years. And when I use my belt, sometimes it pinches my skin. And that's very sore. You can see marks after it. I'll show you marks after that. See that? Wow. And I still got it since 3 weeks ago in Finland we did it. And I still got a lump in there. So I keep the towel there to save my skin actually. Magnusson en Oyanaho dus door naar de finale. Hoe is de stand in Pool B? Forbes Cohen is al door. Door zijn goede prestaties in de eerste 3 onderdelen hoeft hij eigenlijk weinig meer te doen. En heeft ook maar 1 kniebuigoefening gedaan. We zien Badenhorst bezig. Hij staat er ook goed voor. Kniebuigoefeningen. Gewicht van meer dan 500 kilo. Zoveel mogelijk heen en weer drukken. Al het gewicht op de bovenbenen en op de knieën. Dit is ook weer loodzwaar, zeg. 10 is genoeg om de finale te bereiken. Ja, en hij haalt er 12, Gerrit Badenhorst. Hij zit in de finale. Dat is heel erg knap, hoor. Ben je blij? Ja, ik ben dus mijn 5e jaar na elkaar in die finale van die Wereldstijkman. En dat is voor mij een groot eer. En ik hoop ik kan het voor Zuid-Afrika doen hier een jaar. En als die Hollandse, als Beren dit niet doen, dan hoop ik kan het weer doen voor Holland en voor de Hollandse TV's. Oké, dank je, Gerrit. Plezier. Ja, het is natuurlijk niet de bedoeling, hè. Gerrit Badenhorst mag toch wel naar de finale doorgaan. Maar het is ook de bedoeling dat onze Nederlander Berend Veenenberg daar komt. Hier staat hij voor zijn laatste en beslissende onderdeel. Probeer zo snel mogelijk een gewicht van meer dan 100 kilo alleen gedragen tussen de benen met de armen
over een lengte van 50 meter te tillen. Berend moet dit onderdeel winnen. Wil hij naar de finale doorgaan? Nou, lukt het hem dan? Vorig jaar lukte het hem niet in het laatste onderdeel. En oh, hier moet hij het gewicht laten vallen. En is het Vaggedal, de Verreur-eilander, die doorgaat. En weer moet Berend het gewicht laten vallen. Kom nou, jongen. Je hebt één kans om nu in de finale van de sterkste man van de wereld te komen. Hier ga je goed. Cox moet afhaken daar rechts in beeld. De Nieuw-Zeelander. Hier is Vaggedal en het is gebeurd met Berend. Want Vaggedal wint hier. Oh, oh, oh. In het blauwe shirt wordt Berk Manen zelfs tweede. Die juicht. Ja, het is knap hoor. Want hij loopt die race gewoon fantastisch uit, die Berend Veenenberg. Maar hij is gewoon niet snel genoeg. Is sportief. Geeft hier de hand aan Berk Manes. Hij is door. En ook deze man in het groen. Vaggedal is door. Maar het is over en uit voor de sterkste man van Nederland. Nee, hij wordt derde. 15 punten. Het is hem niet gelukt. Je hebt er veel voor gedaan. Dat gaat niet. Er zijn toch nog weer jongens die sterker zijn. Je moet gewoon je meerdere in herkennen. En dan, ja. Als ze nou in de voorbereiding kan het liggen. Dus ik ben er nog niet helemaal rij voor. Ik moet nog een jaar verder. Waar doe je het voor? Voor mezelf. Tel. Gewoon voor mezelf. Ik vind het leuk om te trainen. Ik vind het mooi om mijn doel voor de ogen te hebben. En om die keer uit te stellen. Dus ik heb gelukkig goede mensen om me heen. Zoals Marcel, die helpt coach altijd. Alleen kun je het niet. Mijn vriendin Sylvia, die helpt me altijd mee. Kijk, en dat is een perfecte combinatie hebben. En dat motiveert om door te gaan. Anders had ik denk ik al lang een keer gezegd van, nou, ik heb bereikt in Nederland wat ik bereiken kan. Op de wereld ben ik een vijfde geweest. Twee keer bijna in de finale, ik hou ermee op. Maar ik ben bang dat het later een keer jeukt. Dat je zegt van, ga ik nog maar een jaartje doorgaan, wel. Dus daarom is mijn bedoeling nog altijd om te zeggen van, nou, ik probeer het wel een keer. Nou, misschien volgend jaar, Berend. Dan moet je eerst sterkste man van Nederland 1997 zien te worden. Goed, over naar de orde van de dag. Want er is ook nog een pool 4. En daar moet ook nog een beslissing vallen. Boyer heeft nog een kans. Hier de cowwalk. Probeer zo snel mogelijk zo'n prachtige deux-chevaux over 30 meter te tillen. Nou, ik weet niet of u een eend heeft. Haal het dak eraf en probeer het maar eens. Dat weegt nogal wat hoor. 21.55 is de snelste tijd tot nu toe. En dit is 20.37. De auto rolt wel door. Maar Derek Boyer boort bijna door de eend heen en is ontzettend blij. De strepen helpen nu dus wel. Kiri en Rasmussen. Kiri is zo goed als zeker van een plaats in de finale. Rasmussen is dat nog niet. Ja, Carlsen denkt dat hij de finale gaat halen. Maar dat ligt aan de eindtijd van deze Flemming Rasmussen. Daar ligt het aan. Kiri zit in de finale, dat was al bijna duidelijk. En Rasmussen, een tijd van iets minder dan 28 seconden... als die onder de eend vandaan komt... heeft ook hij de finales gehaald, ja. Zijn tijd was net snel genoeg om Carlsen te verslaan. Dat betekent in pool 4, naar de finale... Riku Kiri en Flemming Rasmussen. Het is jammer, maar helaas. Berend Veenenberg heeft het dus niet gered. Geen Nederlander in de finale dit jaar. Jammer. Wel naar de finale de favorieten. Badenhorst, Kiri en Magnus Verman. I'll be back.